overwinning, een mooi kampioenschap en een superspannende wedstrijd. Je gaat de overtime in met je team. Jullie hebben een straf, of Dordrecht heeft een straf, dus speelt 4 tegen 3. Hoe gaan jullie dan die overtime in? Vermoeid, allereerst. Maar ik denk daarna van ja, het is erop en op de ronde. En ja, dan is het gewoon doorgaan. En niet nadenken en gewoon knallen. En dan zien we wel waar het schip strandt. Wat uiteindelijk natuurlijk de overwinning opleverde. Ja, zeker. Maar eerst nog even terug naar de start van de wedstrijd. De voorbereiding naar zo'n wedstrijd. Wat waren voor jullie sleutelzaken die jullie vooraf besproken hebben met elkaar? Nou ja, we missen een aantal goede speelsters van ons team. Die zijn op het WK Bandy. Dus ja, we wisten dat we het anders aan moesten pakken dan de afgelopen wedstrijd tegen Dordrecht. Dus we hebben veel gepraat over tactiek. En vooral met de jongere meiden gezeten. Van nou, welke positie kan je het beste innemen in welke situatie. En we hebben 2 trainingen gehad om dat mee aan de slag te gaan. En nou ja, ik denk dat dat heel goed uitgepakt heeft. Ja, stuk voor stuk hebben ze echt geweldig gespeeld. En ik ben super trots op ze. Nou, dat kan je zeker zijn. En je kunt ook trots op jezelf zijn, want jij hebt een mooie wedstrijd gespeeld met als afsluiting die overtime goal. Wat gaat er dan door je heen? Ja, ik reed op die goal af en ik dacht eigenlijk, ik weet niet wat ik ga doen. Ik was al zo moe en ja, ik dacht, ik ga toch maar naar die backhand, want die voorhand, dat lukte vandaag niet. Dus ja, toen ging die erin en ja, dat is top. Dan geniet ik daar alleen maar van dat dit team heeft gewonnen. En ja, doe ik het voor het team, zeker. Nou, nogmaals gefeliciteerd en geniet ervan vandaag. Dank je.